Ja, we hebben vanavond met hun gediscussieerd. Ze hebben al jarenlang verkeersoverlast in de straat. En ze willen daar graag een oplossing voor. Wij zijn bezig voor het centrum te kijken of we camera's kunnen toepassen rondom het kentwinkelgebied. En dat zouden we eventueel kunnen uitbreiden naar een Hofkampstraat. En daar hebben we deze avond voor aan besteed om te kijken of daar draagvlak voor is. Dus hoe staat het met de privacy? In principe, als mensen een ontheffing daarvoor hebben, bewoners bijvoorbeeld, dan wordt dat gecheckt in de computer. Wordt direct de foto wordt vernietigd als het een bewoner is. Of iemand anders, de hulpdienst, die mogen daar gewoon natuurlijk komen. Iedereen die er niet komt, dat blijft bewaard. Daar gaat vervolgens een BOA, die moet daarnaar kijken binnen 72 uur. Ziet hij dat de foto niet overeenkomt met bijvoorbeeld degene wat geregistreerd is, dan kan hij het aanpassen. En het is onterecht is, wordt de foto ook weer vernietigd. Daarna gaat de foto naar CJIB, in Kassenhoogsebureau, zeg maar, die de proces verbalen vanuit het ministerie doen. En daar wordt de informatie wordt verder bewaard en daar kan verder niemand bij. Hoe was de reactie van de bewoners? Het was vanavond, ik vond zelf een positieve avond. We hebben ook met name ook gevraagd van hoe staat u als bewoner van de straat, hoe staat u hier tegenover? We hadden een voorstel gedaan en daar is goede input op gekomen. Verbeter voorstellen, kijk ernaar en dat gaan we doen. Er zijn ideeën gelanceerd vanuit de gemeente. En van de bewoners die konden dan vanavond zelf ook hun bezwaren, ideeën, dergelijke aanreiken. En daar is wel gretig gebruik van gemaakt. De gemeente heeft natuurlijk ook toegelicht van, het ging vooral om de overlast. Maar hoe kunnen we dat regelen met camera's? De hele straat was bijna afwezig. Dus er was al door de gemeente aangegeven van nou één persoon per adres van anders. Dan krijgen we natuurlijk met de corona regels weer te maken. Maar het was heel goed bezet en het werd ook goed meegedaan. Dus wat dat betreft, heel positief. En komt er nog een gevolg op? De wethouder heeft ons uitgenodigd om wat meer nog met elkaar erover, van straatbewoners dan, met elkaar te praten. Van hoe kunnen we met elkaar eens worden over hoe we het willen hebben eigenlijk. Dus dat is heel positief. En dat komt dan 4 november is er opnieuw een zitting dan, ja. Waar dan op een gegeven moment de ideeën nog eens weer uitgewisseld worden en eventueel nog correcties of hoe je het wilt noemen, wordt aangereikt.